laatste dag yoga teacher training. Steek een duimpje omhoog als het voor jou net zo snel is gegaan als voor mij. Ik ben nu met Saji bij een... Ik kan niet zien, het is heel donker, maar dit zijn allemaal koeien. En we zijn melk aan het halen voor de kitten. En dan neem je dus je eigen fles mee en die vullen ze hier met melk. Deze melk is nog helemaal warm. Oké, één van jullie had al gezegd, geen koeienmelk geven aan katten, want dan krijgen ze diarree van. Ik heb het even gegoogeld en voor kittens schijnt het wel oké te zijn om koeienmelk te geven. Maar gossie, hij is zo klein, hij of zij. Echt een mini beestje. Saji die zei ja, hij of zij is door zijn moeder achtergelaten, want dat is gewoon hoe de natuur werkt. Als een kitten niet levensvatbaar is, dan laat ze hem gewoon achter. En vanochtend toen zag Saji dus dat het beestje allemaal geluid maakte, dus dat hij eigenlijk sterker was geworden dan gisteren. En kon hij toch niet ook zo hard verkrijgen om het maar gewoon te laten. Dus nu zijn we koeienmelk aan het geven. Als hij het redt, dan redt hij het. Als hij het niet redt, dan natuur hè. Zijn ogen zijn ook ontstoken. Ik vroeg net van, ja, zullen we straks maar gewoon even naar de dierenarts gaan? Want daar heb je echt wel antibiotica voor nodig. Maar hij is zo'n vechtertje joh. Die heeft de hele nacht gewoon overleefd. Kijk, hij heeft weer wat pit hoor. Hij loopt de hele tijd rond en dingen te ontdekken. Was net helemaal aan het spinnen toen ik hem aan het eien was. Ik heb net ook gezien dat het een jongetje is. Hé, hey, schat. Oprecht, hij is zo jong. Dus de kans dat hij het overleeft zonder moeder is vrij klein. Maar weet je, je moet maar gewoon doen wat je kan doen. Ik heb trouwens even op internet opgezocht en het lijkt erop dat hij 2 weken oud is. Wat echt heel jong is. Als het nou 3 weken was, oké. Maar 2 weken is echt heel jong. Best wel vet. Mijn benen gaan steeds verder naar achteren. Moet je maar opletten. Straks lig ik gewoon plat. Zo. Oei. Let's say, grandma is not what you want. And Vishnu means preserver, existence. And destruction, Shiva. Shiva means third eye. When it's open, third eye, no universe here. Meaning enlightenment. Because the real destruction is the ego, or the aspect. And Shiva is the destruction. So this is not an external cause. This is an inner experience. Yeah! Zie je, zie je, zie je. Het is gelukt, het is gelukt. Ik kan de Scorpio. Zo, ik heb net mijn eerste voorproefje van moederinstinct gehad. We kwamen beneden. En Japanese die zat midden in de kamer. Dus Roberto, die wilde hem zo oppakken. Ik was hem aan het aaien. Oh, ik zet hem wel even buiten. Maar Saji, die had me dus gisteren verteld van... Waarschijnlijk als je zo'n kat buiten laat, dan zo'n klein kittentje. Dan eet of de vaderkat eet hem op of de kraaien eet hem op. Dus Roberto die pakt hem zo vast en ik zo... Nee! Echt gewoon vanuit... Nou... Vanuit mijn tenen, denk ik. Nou, echt waar. Het was zo crazy. Mijn hoofd had gewoon net zo goed op mijn schouders kunnen rollen. Zo erg flipte ik. Dus hij keek me echt zo aan. Wat is er met jou? Doe rustig. Dus ik zo, nee. Hier is een plekje. Dus toen had ik hem weer in dat hoekje gezet en zo. Ja, oprecht. Ik weet niet of je het overleeft. Maar ik kan het gewoon niet over mijn hart krijgen om hem buiten te leggen of iets of zo. Oké, nou. Hij heeft gegeten. Ga straks lekker tukken en ik ga een video editen. En ik weet niet wat voor karma Japanese heeft, maar het meisje waar hij net bij op schoot zat, die is dus dierenartsassistente geweest. Dus die kon heel goed helpen met het voeren ervan. Ik heb nu ook een berichtje gestuurd naar een oud vriendin van mij die werkt bij het dierenasiel in Amsterdam. En die echt de allergrootste dierenvriend is die ik ken. Dus weet je. Je mag gewoon alles doen wat je kan doen en meer dan dat kan je niet doen. Roberto is echt zo'n schatje. Hij kijkt net naar die planten en hij zegt, wauw, wat ben jij groot geworden in 3 dagen. Vet goed gedaan. Luna gaat helemaal stuk. High five op de blaadjes. High five. We beginnen hier helemaal de pan aan te flimpen, jongens. You're so adorable. Hey. Kijk hoe sneaky. Cesar is dus naast Lassie ook een hond van Saji. En Saji zit hem de hele tijd dus te... Ja, terug te sturen naar huis. Omdat hij hier gewoon heel makkelijk overgereden kan worden. En hij is zo sneaky. Waar is hij nou? Hier. Zo sneaky. De hele tijd aan het zigzaggen. De straat al ons achteraan het achtervolgen.
Hey Cesar. Het is bijna net zo'n tekenfilm. Tudum, 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 tudum. Saji is daar, ergens. Oh wacht, ik moet opschieten, want anders dan raak ik ze kwijt. Maar we zien Cesar zo vast wel weer. En ja hoor, daar komt hij gewoon mee. Saji is daar. Kijk dan, hoe sneaky ook hè. Gewoon afstand houden en alles. Zodat hij hem niet ziet. En hier stiekem weer schuilen. Oh nee, hij moet gewoon plassen. Kijk nou hoe sneaky dit is. Nope, ik ga niet naar huis, denkt hij. Kijk nou hoe sneaky. Gaat hij zich verstoppen? Saji heeft hem ondertussen ook weer door. Gaat hij zich verstoppen onder die auto? Sneak dat het is. Ik moet zeggen dat ik goed nieuws heb wat betreft Japanese. Hij heeft weer gegeten en heeft zijn eerste poepie gedaan, wat echt heel belangrijk is. Want anders zwelt het buikje op en dan gaan ze, sowieso, gaan ze het sowieso niet redden. Maar dat heeft hij dus wel gedaan. Ik ben zo blij. Kijk nou hoe tiny hij is. Ik ga zo meteen ook even zijn oogjes schoonmaken en een fles met warm water vullen. Naar aanleiding van jullie tips op Instagram. Thank you, thank you, thank you. Ik heb de oogjes schoongemaakt. Hij legt op een warme fles. En baby gaat weer tukken. Ja, ga maar lekker slapen, schat. Daar word je groot van. We hebben vanavond een feestmaal. En in plaats van vanmiddag te mediteren en asana's te doen, zijn we allemaal aan het meehelpen koken. Oh, Gossie, kijk hem nou. Helemaal uitgebreid liggen en alles. Hij neemt het helemaal van met die fles, hoor. Lassie is altijd zo'n blij beestje. En Caesar, die is vet jaloers. Die komt altijd met je kijken, man. Kijk. Kijk eens, Caesar. Ja, hè? Caesar en Lassie. Caesar. Caesar, Nelly. Allebei belly rubs. Kijk, we hebben een heel groot diner. Ter ere van ons afstuderen als yoga-leraar. Super gezellig. Yeah, you can go, you can go. Echt heel nice. Super lekker eten. Wat hebben we hier allemaal? Bananen, rijst uiteraard. Oh, ik ga voor je staan. Curry. Wat is dit? Coconut. Oh, dit is ananas curry. Toetje. Daal uiteraard. Groente, papadams. Super lekker eten. Kijk nou hoe mooi. It's so beautiful when it's on the leaf. It's so beautiful when it's on the leaf. Eet altijd een stuk lekkerder op zo'n bananenblad. Ziet er zo mooi uit. Oeh, super vet. Winnie gaat dansen. Jammer dat het licht hier zo slecht is, joh. Echt jammer. Wauw. Wat? Check Luna en Robert en een dubbele scorpion. Hoe vet is dit? Super cool. Nou, kleine Japanese ligt alweer helemaal voor pampus. Hij heeft weer eten gehad. Weer een warme fles. Hij ging ook weer helemaal los met zuigen bij de warme fles. Lieverd. Je moet echt weer morgen je darmpjes laten werken. Winia gaat hem morgen naar de dierenarts brengen. Wauw, dit is hoe sterk mijn ego is. Nou, eigenlijk niet helemaal. De yoga teacher training is voorbij en ik ga om 2 uur 's nachts slapen. Ik vind het niet per se heel chill. Ik hou van de ochtend, maar ja, ik ga morgen toch sowieso geen asanas doen. Nou, misschien een middagsessie trouwens. Anyways, ik hoef niet om 4:15 op. Awesome. Dit is mind-blowing. Heel erg bij kan helpen. Right? Rum. Oh, oké. I